feel like I'm ready to leave and I'm ready to love and you know that you want it. And I gave you my word and I show you my word, but you don't understand that I love you. If it mean that you Chinese, it mean that you lied and it mean that you hide it, you the baby. Dag beste kijkers en hartelijk welkom vanuit het Olympiastadion. Thuisbasis van Hertha BSC. Ik ben uw commentator vandaag. Mijn naam is Sier de Vos. En naast me zit collega Jeroen Gruter. Vandaag twee kemphanen die gaan strijden in Division Rivals. Dit belooft wat hoor, Jeroen. Ja, in deze wedstrijd mag er dan wel niets op het spel staan. Er is geen sporter die ervan houdt om te verliezen. De scheidsrechter fluit, maar lijkt zijn kaarten op zak te houden. Dat is een stevige maatregel. Er worden drie spelers tegelijkertijd gewisseld. Messi. Die bal verdwijnt in de net. Hij staat er nog maar net in. En nu al meteen een doelpunt. Dat is echt een heerlijke invalbeurt. Daar was hij. Zeer, zeer koeltjes afgemaakt. Ja, hij paast de bal eigenlijk gewoon in het net. Met een ijzige kalmte en een beheersing om u tegen te zeggen. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. De doelman keert die in zitten. Bal nog binnen de lijn. Voorgegeven in het midden. Bal weggewerkt door Van Dijk. De bal wordt ingeleverd. Neymar, ja, typisch Neymar. Hij goochelt zich er langs. Messi. Grote kans voor Messi. Wat een mooi doelpunt. Het lijkt misschien makkelijk om deze bal erin te schieten. En dat is het eigenlijk ook voor deze afstand. Hij is zo zelfverzekerd aan de bal. Hij besloot zijn man te omspelen en zie eens wat het oplevert. Ja, hij heeft een formidabele techniek. En dat laat hij zien ook. N'Golo Kanté, Aubameyang, Ramsey, Lucas Leiva, Messi. Goed gereageerd zeg, en daarmee heeft hij die paas onderschept. Hij zit er goed tussen bij die paas. Neymar Junior. Aaron Ramsey. Ja, er wordt daar vakkundig gecombineerd en er wordt gekeken of er een opening ontstaat. Moussa Sissoko. Aubameyang. Hij troeft hem fysiek af en ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Doorgebroken. Alle tijd van de wereld. Hij kon hem zo het doel inwerken. Maar de doelman redt de bal. Ja, en daarmee voorkomt hij een zekere nederlaag. Had deze gezeten, ja, gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Midden voor het doel gegeven. Leroy Sané. Dit kan wel eens een kans opleveren. Schot om terug te komen in de wedstrijd. Lekker doelpunt. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1.
Bal gaat uit, inworp. Leroy Sané. Philippe. En hij kan doorstomen. En daar gaat toch een mooie kans verloren hoor. Maar hij stond net buiten spel. N'Golo Kanté. Kanté geeft de bal naar de tegenstander. Neymar schakelt zijn tegenstander fraai uit. Laporte doet de deur dicht. Bal komt bij Pelé. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Netjes die bal weggewerkt. Emerick Laporte. Sissoko. Pelé. Aubameyang. Nog steeds aan het zoeken. Sissoko. Aubameyang. Aaron Ramsey. Neymar Junior. Bal door Neymar weggegeven. Welkom bij Pelé. Moussa Sissoko. Leroy Sané. En veilig weggewerkt. N'Golo Kanté. Aubameyang. Hij zorgt ervoor dat dat schot spoort. En een hakje. Messi. De bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Aubameyang. Gaat hij de gelijkmaker erin leggen? Aubameyang. Die berette, de spel gaat door. Ramsey. Johnny. Messi. Messi. Lionel Messi. Messi. Sterke actie op de bal. De bal is voor hen. Pelé aangespeeld. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Cruciale onderschepping. Messi. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Leo Messi in zijn handen. Neymar. Nog 2 minuten blessuretijd. Lekker dat steekpaasje van Aubameyang. Hier houden ze niets aan over. Gewoon opnieuw proberen. N'Golo Kanté. Leroy Sané, Aubameyang. Gaat dit wat worden? Hele schietkans. Geweldig doelpunt, echt. Oh, en het lukt ze gewoon. Ze staan er 2 achter en dan weten ze toch in gelijk te komen. Goeie timing hoor, om zo vlak voor rust de bal erin te leggen. Ja, dat smaakt de thee in de kleedkamer zo dadelijk toch een stukje lekkerder. Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. En ze mogen gaan rusten met een gelijke. Ja, het tweede gedeelte van de eerste helft had hij het overgewicht. Compleet. Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Bounassar. Messi. Vrije trap op een lekkere plek om hem meteen op doel te schieten. Zou
wel eens wat kunnen worden. Ja, en nu? Moussa Sissoko. Schitterende redding. Die bal van zo dichtbij. Die gaat er normaal gesproken gewoon in. Ja, dat doet hij gewoon bijzonder knap, zie je het. Hij blijft goed naar de bal kijken en reageert dan ook adequaat. De doelman neemt geen risico en stompt de bal weg. Nog een hoekschop. Hij neemt geen risico en beukt die cornerbal weg. En dan de volgende corner. Hoekschop in het centrum geplaatst. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Hij heeft hem! Korte hoekschop op een teamgenoot. Bal weggewerkt door Van Dijk. Ik ben benieuwd of ze iets van deze hoekschop weten te maken bij deze gelijke stand. Bal wordt voor het doel gebracht. Ze krijgen die bal maar niet weg. Moussa Sissoko. Slordig met het balbezit. Ja, nu kan er een counter komen. In de eerste 45 minuten speelde hij werkelijk een fantastische wedstrijd. Keeper komt eruit, pakt hem. Neymar. Niemand in de buurt daar. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. Hij komt bij Pelé terecht. Aubameyang. Sissoko. Aubameyang moet hem maken. Met een prachtige verdedigende actie neutraliseert hij die aanval. Hij moet de paas van Neymar onderscheppen. En de bal is voor hem. Aubameyang nu richting doelgebied. Ze leveren de bal in. Aubameyang. En nu snel schakelen voor de counter. Ratatatata. Die is raak en we zien maar weer. Welkom hier bij IE. TV voor een spannende wedstrijd. Althans, ja, dat hopen we dan maar. Uw commentatoren zijn vandaag weer Jeroen Guter hier naast me. En ondergetekende Sierte Vos. Vandaag staat er weer een wedstrijd in Division Rivals op het programma. Laat die wedstrijd maar snel beginnen. Voor een lekker potje voetbal kun je me s'nachts altijd wakker maken. Dat weet je toch, Sierte. Goed gezien, jongen. Deze mag er toch in, Aubameyang. Hij grijpt daar formidabel in en zet een streep door die aanval. Sissoko. Tanguy Ndombele, Anthony Martial. Moussa Sissoko ziet er veelbelovend uit. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Die steekbal is gevaarlijk. Schiet kans. Een goede schotkans, maar de verdediging kan de bal wegwerken. Lucas.
Lucas. Hij is aan de bal gezet. Tanguy Ndombele. Aubameyang. Lucas. De verdediger doet zo weer. Voorzet afgestopt. Lucas Leiva. Fabian Delph. Marcus Thuram. Bal wordt ingeleverd. Bal bij de tegenpartij. Bal gaat uit, inworp. De coach lijkt te gaan wisselen. Aubameyang. Hulp is onderweg voor Aubameyang. Moussa Sissoko. Een uitgekiende steekpaas. Aubameyang. Moussa Sissoko. Anthony Martial. De doelman heeft hem in zijn handen. De verdediging zit ertussen. Tanguy Ndombele. Sissoko. De ruimte ingestuurd. Lucas. Die bal mag erin. Keeper redt en het spel gaat door. Tanguy Ndombele. Moussa Sissoko. Lucas. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Dat die keeper die inzet wist te keren, zeg. Nou, dit is gewoon een briljante actie. Fabian Delph. Van Dijk. Messi. Lionel Messi. Neymar Junior. Messi. Op tijd voor die bal. Lionel Messi. Oh, lekker keeperswerk van Alisson. Hoekschop wordt voorgegeven. Ja, die is raak. Het openingsdoelpunt. Er is maar een klein kansje en die ligt in het netje. Ja, de wedstrijd is los en we gaan zien wat er nu verder gaat gebeuren. Lucas. Er is een medespeler in de buurt. Ah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Hij is geleefd. Vrijwen. Wel jammer voor Messi's doelpunt ratio.
Beste kijkers en... Herzlich willkommen vanuit het Olympiastadion, de thuisbasis van Hertha BSC. Het commentaar bij deze wedstrijd komt, zoals gewoonlijk, van Sierte Vos, dat ben ik, en Jeroen Guter. Vandaag hebben we een wedstrijd tussen twee rivalen in, hoe kan het ook anders, de Division Rivals. Dit belooft wat hoor, Jeroen. Zie het, dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. Ze kunnen snel uitbreken nu. Doelkans om voor te komen. Redding, de bal blijft in het spel. Ben Jenner, die bal wordt geblokt door die speler. De tegenstander zet druk. Messi, Alvaro Morata. Messi. We kenden hem van FC Barcelona en het Kroatische elftal. Vandaag speelt Ivan Rakitic. Hier zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club. Dit is nou het debuut waar ik naar uitkijk. Ik ben heel benieuwd hoe zijn creativiteit en technisch inzicht bij dit team uit de verf gaat komen. Vandaag zien we voor het eerst een nieuwe aanvaller aan het werk. De supporters die willen natuurlijk maar één ding van hem zien. Ja, dat lijkt me logisch. Ja, die willen goals zien. Maar goed, daar droomt die jongen zelf vast ook van. Hè? Scoren bij zijn debuut. Hij weet die paas onderscheppen. Goed opgelet. Wissam Ben Yedder. George Best ontvangt hem. Zizou speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Koek, koek, daar gaat Messi. Messi levert de bal in. Schitterende bal van Zidane. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Mariano Diaz. Ivan Rakitic. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Mariano Diaz. En we wisselen weer van balbezit. George Best met een steekballetje. Kan er zomaar in. Ja, daar is hij, tovenaar Ben Yedder. Oh, wat een goal van hem. De doelman weet dat zijn verdedigers ook niet veel te verwijten valt. Wat een klasse.
De score is geopend. Het is 1-0. Neymar. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. De Jong. Frenkie de Jong. Messi met de doelpoging. Boom. Koekoek, wat een doelpunt. Wat ontzettend knullig zeg. Dan kom je op voorsprong. Ja, heren, blijf opletten. Daarna wordt er gewoon weer verder gespeeld hoor. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Slordig. Het balbezit. Zinedine Zidane. Andrew Robertson. Dit begint er aardig uit te zien. Daar verovert hij de bal. George Best. Hij rukt verder op. Lage voorzet richting teamgenoot. Het was de bedoeling dat die voorzet ergens anders terecht kwam. Ben Yedder. Hij anticipeert en onderschept die paas. Ben Yedder. Zidane. Ben Yedder. En weer naar Zidane. Ben Yedder. Heel slim steekpaasje dit. En de bal ligt in het net. Mooi hoe die bal laag in de hoek van het doel verdwijnt. Hij gebruikt daar al zijn techniek om die bal mooi laag in de hoek te schieten. Heel beheerst. Federico Valverde. Daar gaat het balbezit. Mooi om te zien toch, zo'n hakje. Ben Yedder, heel slim steekpaasje dit. Nog steeds in aanval. Zizou. Ben Yedder. Deze kan erin. Hij weet het schot tegen te houden. Messi. Ze kunnen snel uitbreken nu. En de verdedigers hebben hun posities alweer ingenomen. Lionel Messi. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Wissam Ben Yedder. Virgil van Dijk. Hij rukt op richting tegenstander. Nee, gaat niet door. De tegenstander heeft de bal onderschept. Wissam Ben Yedder. Er ligt ruimte voor de counter. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. Over de vleugel. Hij gaat verder. Ach nee, het begon erop te lijken. Maar ze raken hem ook kwijt. Nelson ze melden. Neymar. Met de paas van Neymar te onderscheppen. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Steek die bal maar door. Best. Zinedine Zidane. Marcus Rashford. Zinedine. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Alexandro. Rakitic. De vierde official zegt dat er 2 minuten blessuretijd bij komt. Messi. Messi gaat verder. Ah, Messi gaat er mooi voorbij. Bal weer kwijt. We gaan de rust in. Het scorebord zegt... Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. Andrew Robertson. Michael Essien.
Hij raakt het balbezit kwijt. Gevaarlijke steekbal. Lionel Messi. Ivan Rakitic. Mariano Diaz. En die aanval duurt niet lang. Hij krijgt bijna geen tijd. Kylian Mbappé. Marcus Rashford. Een sluwe steekpaas. Goed geanticipeerd op die bal. Het spel gaat verder naar die redding. Hij zit er! Ja, kan ik leven. Welkom iedereen op deze bijzondere dag in een prachtige Olympiastadion in de Duitse hoofdstad. En van achter onze microfoons zijn mijn collega Jeroen Guter hier naast me en ondergetekende Sierte Vos deze wedstrijd live van commentaar voorzien. Vandaag twee kemphanen die gaan strijden in Division Rivals. Dit wordt een kraker, Jeroen. Jij was trouwens vroeger ook een kraker. Siert, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Volgens mij kan dit een enorm leuke wedstrijd worden. Paas komt terecht bij Roberto Carlos. Paulinho. Johan Cruijff. Johan Cruijff ontvangt die bal. Ah, ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. Paulinho. Door op Sergio Aguero. Koen Aguero kan verder met de bal. Hij had die loopactie later moeten inzetten. Buitenspel. Nelson Semedo. Een duel om naar uit te kijken vandaag. Waarbij Lionel Messi speelt tegen Koen Aguero. Hoe zal dat gaan verlopen vandaag, denk je? Nou, Lionel Messi is doorgaans degene die aan de basis staat van elke aanval met zijn overzicht en zijn passing. En wat Aguero betreft, hij is niet te stuiten zoals hij over het veld kan scheuren. Ja, dat wordt dus sprintjes trekken voor die verdedigers. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Paulinho! De Rakitic op de vleugel, want hij is zo slow. Oh! Paulinho. Miranda. Hij zorgt dat de paas niet aankomt.
Frenkie de Jong. Daar is hulp van een teamgenoot. Messi. Nog steeds iets vet. Een schot voor de voorsprong. En daar is het doelpunt van Lionel Messi. De Argentijn, ja, die tekent bijna altijd voor de eerste goal in een wedstrijd. En Lionel Messi doet zijn werk, namelijk die bal in het doel schieten. Ja, wat is het toch een majestueuze voetballer. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Bernardo Silva. David Luiz. Ze proberen een opening in de verdediging te zoeken en spelen de bal rustig rond. Paulinho. Bernardo Silva. De bal weer teruggepast. Kun Agüero. En die steekpas is voor de keeper. Frenkie de Jong. Ivan Rakitic. De Jong. Rakitic. Rakitic. Messi. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? En ze hebben de bal weer terug. Er ligt ruimte voor de counter. Bernardo Silva. Roberto Carlos aangespeeld. Paulinho. Met die passes van hem is vandaag niets mis. Bernardo Silva. Cruijff. Een vrije trap vanaf deze plek moet toch gevaar kunnen opleveren, of niet? Een uitgekiende vrije trap die iedereen wist te verschalken, behalve de keeper dan. Ja, en dat is nou net de belangrijkste. Hij blijft goed opletten. En had een prima reflex in huis. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Neymar. Steekt die bal maar door. Mariano Diaz. De verdediger weet de voorzet te blokkeren. Lionel Messi. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal. Ruimte zat voor de voorzet. Rakitic! Neymar. Nog steeds aan het zoeken. En nu wordt het oppassen. Frenkie de Jong. Richting Messi bij de tweede paal. Er was een mogelijkheid om te schieten. Maar het werd een doeltrap. David Luiz. Roberto Carlos aangespeeld. Miranda. Bernardo Silva. Paulinho. Paas komt terecht bij Roberto Carlos. David Luiz. De bal gaat heen en weer. Ja, en het valt niet mee voor die aanvallers om ergens een gat in de verdediging te vinden. Marcus Rashford. Paulinho. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Bernardo Silva. Nou, dit moet je maar durven. Ze geven de bal weg. Paulinho. Nu bij Roberto Carlos. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo aan de bal. Paulinho. Kun Agüero. Pakt de bal goed af. Daar de steekbal op Mariano Diaz. Mariano Diaz. Neymar. Mariano Diaz. Hij stond op de steekbal. Moet het doelpunt worden in de handschoenen van de keeper. Paas door Cruijff ontvangen. Sergio Agüero.
Cruijff geeft een steekbal. Marcus Rashford. Dat is een schot van Hadji. Antonio Adan met de redding. In het midden van de 16. Het gevaar is nog niet geweken. Vierde paal terug in het spel. Bal komt voor. Een dreigende corner, maar de doelman bokst hem weg. We gaan rusten bij de stand van 1-0. Hij zag goed man aan de bal. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Witte paas stond de schep. Goed opgelet. Neymar Junior. Niet meer aan de bal na die tackle. Marcus Rashford. Paas door Cruijff ontvangen. Paas komt terecht bij Roberto Carlos. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Marcus Rashford. De bal nu alweer ingeleverd. Nelson Semedo. Neymar. De Jong. Frenkie de Jong. De bal nog bij. Ja, die moet erin. Mariano. Een enorme duik voor die doelman. Hij neemt hem kort. Frenkie de Jong. Mariano. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Bal veroverd in de eigen 16. Marcus Rashford. Geeft de bal nu maar voor. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Kun Agüero. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Van Dijk haalt het gevaar uit die voorzet. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Dit begint er aardig uit te zien. Wat een geweldige verdedigende actie. Neymar Junior. Paas. Door Cruijff ontvangen. Kun Agüero. Tikkel in het eigen doelgebied. Federico Valverde. Ruimte voor de counter. Neymar. De verdediging herpakt zich. Haalt de angel uit die counter. Ja, Messi schiet. Oei, die gaat net mis. Ja, dat was een snelle uitbraak. En het leek ook... Oké, dankjewel. Hij was goed aan de bal, maar hij deed gewoon weinig mee. We hebben allebei even schoten op goal.
2000. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. Nice where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nice where daylight comes too soon. Nice where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nice where daylight comes too soon. Roll if there ain't a venue. Lime and coke on the menu. Wanna dress cash but bouncers won't let you. Good thing promoters, they can still get you in. Stepped in a bash, already go where I want, got a triple A pass. Got one for Oak and got one for Kaz. Got one for Mass and got one for Wax. Sit down, man need a sec to relax. If you want a photo, just need to ask. Take one with them without the flash. Head to the whip out the cash. Who's is it? It's all there, man. Don't need to count it. It ain't counterfeit, man, I'm out of it. But I still ain't down to dip. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. I see strangers walk past me. Look around, see friends that are family. What do you fancy? End of the night, all off beat to. Never lived the life on the lemonade money. Can't lie, I think the tastes dirty. On top of that, make sure I'm paid fully. Leave the club and see sunrise. Right then, man, I know where my love lies. And I think I forget that sometimes. Shake hands, give hugs, say goodbyes. Flakes and ice creams. Girls in white jeans. Live streams of my midsummer night dreams. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. I'll tell the girl them too. Pick up the raving crew. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. Dag in het prachtige Estadio Benito Villamarín in het Spaanse Sevilla. Ooit het stadion van Gerrit Muren en natuurlijk van de 12-1 van Spanje tegen Malta. Mijn naam is Siert de Vos en ik verzorg samen met collega Jeroen Gruter het commentaar bij deze wedstrijd. Met vandaag op het programma een ontmoeting in Division Rivals. Deze wedstrijd moet je gewoon zien. Het kan toch haast niet anders of dit wordt een bijzonder onderhouden. Heel mooi, die steekpas van Mertens. Cristiano Ronaldo. En geen doelpunt. De keeper keert die bal.
Ja, hij stond oog in oog met de tegenstander en blijft dan heel lang kijken en dan houdt hij zijn hoofd koel. Goeie reactie. Goeie genade, zei Evert altijd. Ivan Rakitic. Hij zit er goed tussen bij die pas. Dries Mertens. Hij weet. Nou, hij weet dat er nu beter in komen. Voor verder weer in het midden. Hij deed daar best wel prima. Oh, wacht een. Moet ik ook even instructies doen voor Messi. Zo, deze zijn goed. Ah, no. Yo. Ik heb nog niet alles gedaan, maar het is goed zo. De bal te ontfutselen. Een zware ingreep in het team. Drie spelers worden vervangen door drie wisselspelers. Die vrije trap eindigt in de handschoenen van de keeper. Geen risico genomen hier. Mariano Diaz. Federico Valverde. Neymar. Frenkie de Jong. Een mislukte paas. Ja, hoe kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Leo Messi. Nee, net niet. Hij raakt hem toch wel mooi hoor. Ja, zeker zie je het. Met gevoel geschoten. Maar ja, dan belandt hij uiteindelijk toch niet tussen de palen. Wist hij met de bal aan de voeten uitbraak. Ja hoor, raak. Het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij zit er wel in. Nou, dat is toch een heerlijk begin van de wedstrijd. Ja, deze ploeg laat zien wakker te zijn. Bal gaat uit, inworp. Mesut Özil. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo verder met de bal. Ja, nu kan er een counter komen. Messi. Terug naar Messi. Neymar. Wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. Kaka. Federico Valverde. Messi. Koek, koek, daar gaat Messi. Goed verdedigd. Mertens. Neymar Junior. Neymar. Messi. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Doelpunt, hij zit erin en we staan weer gelijk. Ah, dat is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit, joh. En het kan nog alle kanten op, hè. En het staat weer gelijk. 1-1. Bal gaat over de vleugel. Federico Valverde.
Neymar. Lionel Messi. Weggegeven door Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Goed gezien, jongen. Ja, die zit erin en daarmee pakken ze de leiding in de wedstrijd. Dank u wel, koekoe. Ja, nu ben ik dus benieuwd wat ze gaan doen. Doordrukken of die voorsprong consolideren. Kaka. Cristiano Ronaldo. Dries Mertens. Douglas Costa. Het was een mooie kans. Maar dan zette de fluit omdat hij in buitenspelpositie stond. Federico Valverde. Slordig op het balbezit. Messi laat die verdedigers daar even staan. Een medespeler helpt hem. Messi, dat moet de gelijkmaker worden. De speler blokkeert het schot. Daar komt de hoekschop van Leo Messi. Haha, net over. Hij gaat er wel goed bij. Nou, de volgende keer die bal naar beneden koppen, dan is het een goal. Mesut Özil. Özil. Een uitgekiende steekpaas. Cristiano Ronaldo. De doelman straks zich uit en redt. Nicolas Otamendi. Aangeraakt nog door de tegenpartij. Dus een hoekschop. De corner is te kort en komt daardoor niet aan. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Kunnen ze dit snel uitspelen? Neymar. Mertens. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Hij houdt die vrije trap tegen en heeft hem klem. Van Dijk. Aleix Vidal. Mariano Diaz. Federico Valverde. Messi. Dat is een gevaarlijke steekbal. Dit loopt dood, dus geen gevaar voor de tegenstander. Cristiano Ronaldo. Als van Cristiano Ronaldo wordt onderschept. Neymar Junior. Neymar. Gevaarlijke steekbal. Kane parkeert, wel gaat verder. Wordt ingeleverd. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Mertens. Mertens, nog met de bal. Cristiano kan scoren. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is een lekkere voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Hij geeft een vrije trap. Messi levert hem in, zeldzaam. Er wordt aangegeven dat er 2 minuten speeltijd bij komt. Mariano Diaz. Alle ruimte voor een dribbel. Komen ze terug in de wedstrijd? Wat een mooi doelpunt. Zouden ze zich uit deze situatie weten te redden? Ze kijken nu tegen een achterstand aan. De eerste helft hebben we gehad. Lippen kreeg rood. In Estadio Benito Villamarín is de tweede helft inmiddels begonnen. Vandaag komen zijn passes goed aan. Door die actie is hij de bal kwijt. Dries Mertens. Kaka. Özil. Hij stoomt verderop. Geeft de bal nu maar voor. Redding, spel wat verder. Douglas Costa. Doelpoging, schot. Kijk eens hoe goed hij het hoofd erbij houdt. En dan pakt hij ook deze inzet. Oh, maar wat was die eerste redding knap gedaan, zeg. Heerlijk werk van de keeper. Cristiano Ronaldo kan hem terugkijken op een geslaagde eerste helft, Jeroen.
Van Dijk maakt hier een overtreding. Willian. Kaka. Hij krijgt de bal terug. Van de bal afgezet. Neymar. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Dat is natuurlijk een vrije trap. Federico Valverde. Zet verder door. Messi. De verdediging zit ertussen. Nicolas Otamendi. Kaka. Dries Mertens. Ivan Rakitic onderschept. Mesut Özil maakt een mooie onderschepping bij die paas. Özil. Kaka. Dries Mertens. Kaka. Kaka. Kaka probeert het. Zonder boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Federico Valverde. Messi. Raakt de bal kwijt na die tackle. Cristiano Ronaldo. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Slordig met het balbezit. Willian! En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, hahaha, doelpunt. Ha, prachtig hoor. Zo. Big warehouse with the chains in the mirror. Fender guitars and they hanging there. Ladies at large, you look amazing here. It's a birthday. Jans in there, just like that, yeah, you're famous in there. Hallo allemaal. Ik ben met Messi. Ga alsjeblieft niet leven, bro. Wat deed ik nou? Deze. Gaat het. Oh, wacht, nou telt het trouwens niet voor die challenge, man. Dus kan het goed leven. Always let the day slip away. I should have been making up my mind. I never opened up, took it all in, and now I'm running out of time. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back.
Welkom iedereen op deze bijzondere dag in een prachtige Olympia. Eerst even proberen of dat hier goed is. Wie weet zijn wat trash. Kan ik gewoon bellen. Maar de kans is klein. Stadion in de Duitse hoofdstad. Mijn naam is Sierte Vos en naast me zit collega Jeroen Grütte. Vandaag hebben we een wedstrijd tussen twee rivalen in, hoe kan het ook anders, de Division Rivals. Jeroen, ik voel het. Ik voel het. Dit wordt weer zo'n wedstrijd. Kijk, behoudens de eer staat er helemaal niets op het spel. Dus er is alle reden om lekker... Leo Messi! De speler staat in de baan van het schot. Vrije trap op een lekkere plek om hem meteen op doel te schieten. Er komen reserves in het veld. Beide teams wisselen tegelijk. Op deze afstand gaan ze er niet vaak in. Redding en bal geklemd. Wissam Ben Yedder. Steven Bergwijn. Mateo Kovacic. Steven Bergwijn dribbelt verder richting doel. Mariano Diaz. Goed de bal afgepakt. Ja, die bal komt bij Trezeguet. Zo, schot op de paal, bal terug in het veld. Federico Valverde. Ja, de jacht op de voorsprong was hier bijna succesvol. Hè? Ze komen er heel dichtbij. Jammer hoor. Neymar. Neymar. Kijk maar eens hoe slecht hij die bal neemt. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Ze geven de bal weg. Neymar, Messi. Daar voorkomt die narigheid. Goed afgeschermd met zijn lichaam. David Trezeguet wordt aangespeeld. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Messi. Wissam Ben Yedder. Andrew Robertson. Paas komt bij Trezeguet terecht. Na die tackle is hij de bal kwijt. Rakitic ziet zijn bal onderschept. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Maar met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Steven Bergwijn. Maximilian Eggestein. Steven Bergwijn. Wissam Ben Yedder. Dat kun je aan hem overlaten. Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. En voor die actie komt er een vrije trap. Van Dijk. Frenkie de Jong. Messi. Neymar. Hij let goed op en onderschept die paas. Wissam Ben Yedder. En start die brommen maar. Kijk, het lijkt zo makkelijk, hè? Het is oh zo moeilijk, uitstekend, geraffineerd hoe ze hier de bal rondspelen.
Ben Jedder, goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Neymar Junior. Nog steeds in aanval. Mateo Kovacic. Wissam Ben Yedder. David Trezeguet wordt aangespeeld. Mateo Kovacic. Ben Yedder. Nou, wat kan hij hiermee? Tikkie hier, tikkie daar. Tikkie overal. Ze spelen hun tegenstanders helemaal suf met al die passes. Steven Bergwijn. Mateo Kovacic. Midden voor het doel gegeven. Hoe van Dijk weggewerkt die bal. De paas van Neymar te onderscheppen. Florian Thauvin. Wissam Ben Yedder. Hij heeft zijn dag. Hij past nauwkeurig vandaag. Sterke tackle. Pakt de bal af. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Nou, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Zo, wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Messi. Neymar Junior. Wat een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Maximilian Eggestein. Zet verder door. Florian Thauvin. Maximilian Eggestein. De bal gaat heen en weer. Ja, en het valt niet mee voor die aanvallers om ergens een gat in de verdediging te vinden. 2 minuten extra speeltijd wordt er gegeven. Nee, en daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Ah, jammer. Zo zonde van het lopje. Dat had toch een mooi doelpunt kunnen zijn. Ja, zie het, het idee was goed. Maar hij raakte hem. De scheidsrechter fluit voor rust. Het is 0-0. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Tegenstander neemt over. Al vroeg onderschept die bal. Nee, maar! Maximilian Eggestein. Steekbal door de lucht. Thauvin. Hij zit hem in het midden voor. Viert de paal terug in het spel. Ik denk dat de doelman het aluminium dankbaar zal zijn, want hierdoor staat het nog gelijk. Ze komen heel goed weg. Mateo Kovacic. Maximilian Eggestein. Virgil van Dijk haalt hem weg. In de eerste 45 minuten speelde hij redelijk. Maar ook niet meer dan dat. Nou, nog geen doelpunt van hem. Al was hij natuurlijk wel heel erg dichtbij met die bal op het aluminium. Nou, het staat hier na 45 minuten nog steeds gelijk. Maximilian Eggestein. Florian Thauvin. Perrette, het spel gaat door. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Bal weggewerkt door Van Dijk. En die bal wordt vrij eenvoudig onderschept. Wissam Ben Yedder. Soyuncu. Walker. Mateo Kovacic. Op weg naar het doel nu. Paas komt bij Trezeguet terecht. Ja, en nu scoren! Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Er ligt ruimte voor de counter. De verdediging herpakt zich. Haalt de angel uit die counter.
weggegeven door Lionel Messi. Mateo Kovacic. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. David Trezeguet. Een hele belangrijke verdedigende actie. Neem je de inworp goed, dan kan er meteen een kans ontstaan. Mateo Kovacic. Steven Bergwijn. Federico Valverde. De Jong. Lionel Messi. Neymar. Messi levert hem in. Zeldzaam. Die bal wordt goed onderschept. De Jong. Steven Bergwijn. En nu snel een voorzet geven. We hebben nog 20 minuten te gaan. Maximilian Eggestein. Mateo Kovacic. Die steekbal is gevaarlijk. En hij is erdoor. Dat moet een doelpunt zijn. En daar is er een doelpunt. Eindelijk zeg, dat heeft een eeuwigheid geduurd. Hoe lang duurt een eeuwigheid in deze game trouwens? En nu ben ik benieuwd of er nog meer goals gaan komen. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Daar gaat het balbezit. Neymar. We hebben nog 15 minuten te gaan. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Ah, Messi gaat er mooi voorbij. Neymar. Lionel Messi. De Gea, hem is die bal. Lionel Messi neemt de hoekschop. Afslachtige poging om de bal weg te werken. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Mariano Diaz. Sterke tackle, pakt de bal af. Walker. Maximilian Eggestein. De bal gaat heen en weer. Ja, schot voor de gelijkmaker. Ja, dat is raak. Ze slaan in de stopminuten toe en komen weer op gelijke hoogte. Ah, je ziet ook de opluchting bij de supporters. Die hadden zich waarschijnlijk al neergelegd bij een nederlaag. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hoe van Dijk weggewerkt die bal. We staan nog steeds gelijk en hebben 5 minuten te spelen tot het einde van de tweede helft. Wissam Ben Yedder. Paas komt bij Trezeguet terecht. Florian Thauvin. Er komt iemand helpen. Trezeguet. Wissam Ben Yedder. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Van Dijk haalt het gevaar uit die voorzet. Kyle Walker. Wissam Ben Yedder. Zo laat in de wedstrijd. Maar komt dat winnende doelpunt dan toch nog? Daar komt de bal aan bij Trezeguet. En het is maar goed dat die doelman ertussen zit. Want de wedstrijd is bijna voorbij. Beide ploegen staan nog steeds gelijk. Lionel Messi. Neymar. Vervolgt zijn weg naar het doel. Dat leidt tot een vrije trap. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen hoor. En dat is het eind.
I must be a criminal. Yo. Keep you talking minimal. Come most of it's subliminal. Yo. And it'll put you in a critical. Yo. Used to be invisible. They would refer to me as mythical. Sipping up, yeah, sipping slow. Yo. Not on my level, not on your tippy toes. Walking the back and I yell, give me those. Hot as a stove, yeah, I'm wearing Fendi clothes. Yo. I want my spot, yeah, look at Wendy knows. My eating, they get him in a rose. If you throw shots, you know my men are roll. Up on your block, now you looking pitiful. Tend at the windows, I need a minute, yo. I leave your missus all mad and miserable. Go. You picked the wrong time to pick a fight. You she thinks she Ike. You sipping on it. Enough for you to say goodnight for the rest of your life. I know your sons won't miss you. I did a favor for them. You took a loss to a winner. Rick Ross, you been dinner. You ain't fly, I make your wings stop. I'm real as in your rings not. Fresh as like a king socks. Your real car is a slingshot. Don't need a use a slingshot. If I was a beverage, you would have to drink hot. Gotta drive, I gotta do. Yo. I get down to dirty. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Uw commentatoren zijn, zoals gebruikelijk vandaag, Jeroen Gruter en mijn naam is Sier de Vos. Vandaag staat er weer een wedstrijd in Division Rivals op het programma. Dit wordt vast en zeker een boeiende pot. Kijk, behoudens de eer staat er helemaal niets op het spel. Dus er is alle reden om lekker vrij uit te voetballen. Bernardo Silva, hij stoomt verderop. Door die actie is hij de bal kwijt. Missie. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Ja, goed. Messi. Ja, Joris heeft hem. Wordt de bal op een teamgenoot. Messi. Helaas, Messi staat buiten spel. Leon Goretzka, Radamel Falcao, DJ Drogba. Blijft goed aan de bal. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Frenkie de Jong, Lionel Messi, Federico Valverde. Messi. Messi. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Edin Visca. Radamel Falcao. We weten volkomen dat de paas een eindstation bereikt. Gevaarlijke boogbal in de loop gespeeld. Frenkie de Jong. Messi. Zo snel. Wie anders dan Lionel Messi, doelpunt. En we weten allemaal wat hij kan. Maar probeer hem maar eens tegen te houden. Dat lukt je niet. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Messi. Neymar Junior. Messi. En daar heeft hij de bal veroverd. Edin Visca. Radamel Falcao. Fernandinho. DJ Drogba. Visca. Uitstekende mogelijkheid. Indrukwekkend verdedigd daar. Maar de bal is nog niet weg. Neymar. Mariano Diaz. Hij weet hem de bal te ontfutselen.
Messi. Ze krijgen het balbezit weer. Leon Goretzka. Fernandinho. Edin Visca. João Cancelo. Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. Mariano Diaz. Messi. Neymar. Messi. Dat was oppassen. Slordig met het balbezit. Neymar. Neymar's paas wordt doorzien. Slimme bal. Slimme pas van Radamel Falcao. Federico Valverde. Ze geven de bal weg. De aanvaller loopt terug om de bal te halen. Didier Drogba. Dat moet de gelijkmaker zijn. Op de paal en over de achterlijn. Radamel Falcao. Slimme bal. Slimme bal van Radamel Falcao. Boom, wat een knal. Maar de doelman weet het doelpunt te voorkomen. Korte bal naar een teamgenoot. Fernandinho. Paolo Maldini. Ja, die moet erin. Ja, dat is een mooie, een verre ingreep. Die de angel uit de aanval haalt. Er ligt een counter op de loer. Daar gaat het balbezit. Messi. Neem een mogelijkheid voor Neymar. Lloris houdt hem tegen. Ivan Rakitic op de schep. Radamel Falcao. DJ Drogba. DJ Drogba. En nu wordt het oppassen. De speler werkt de bal weg. Kijk, hier geeft de scheidsrechter alsnog de gele kaart voor die actie. Dat doet hij op zich goed, hè? Hij laat doorspelen, maar hij heeft het wel onthouden en bestraft hem dan in tweede instantie. Ivan Rakitic. Neymar Junior. Ze kunnen snel uitbreken nu. Ja, die bal verspeeld door Neymar. Vierde official geeft aan 2 minuten extra. DJ Drogba. Nog steeds aan de bal hier. Het andere team weer aan de bal. Neymar Junior. Messi. Hij pakt de bal af met een knappe actie. Daar gaan we rusten. De scheidsrechter fluit. Het is 1-0. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Aleix Vidal. Felipe. Alexandro. Mariano Diaz. Federico Valverde. Frenkie de Jong. Aleix Vidal. Frenkie de Jong. Bal bij de tegenpartij. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Messi nu in de aanval. Nou, Messi heeft zijn faam waargemaakt, hè, in de eerste helft.
Ik ga ervan uit dat hij blij is met die goal waarmee zijn ploeg de voorsprong te pakken heeft. En nu op jacht naar de volgende. Edin Visca. Didier Drogba. Ballername is slecht. Bal kwijt. Ivan Rakitic. Mariano Diaz. Ze zetten druk en komen weer aan de bal. Ja, dan komt hij de bal zelf maar halen. Radamel Falcao. Falcao verder met de bal. Neymar Junior. Vaak krijgen ze de bal weer in bezit. Federico Valverde. Neymar. Rakitic. Federico Valverde. Messi. De Jong. Goed ertussen daar. Fernandinho. Rakitic. En let goed op. En onderschept die paas. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Radamel Falcao. Die bal gaat feilloos van de ene naar de andere speler. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. De bal nog bij Mariano Diaz. En we wisselen weer van balbezit. Ivan Rakitic. Grote kans voor Messi. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. En Lionel Messi doet zijn werk, namelijk die bal in het doel schieten. Ja, dat is het toch een majestueuze voetballer. Radamel Falcao. En hij is nog steeds aan de bal. Verdediging let goed op. Hij blijft maar gaan met die bal. Messi. Lionel Messi. Zo, dat scheelt niet veel zeg. Ja, het was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Maar helaas plaatste hij hem net iets te hoog. Visca. En nu snel een voorzet geven. Falcao. Die bal wordt geblokt door die speler. Edin Visca. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Messi in de richting van het vijandelijk doelgebied. Rakitic. Ach, kijk, ze eens rennen daar, die tegenstanders, achter de bal aan. En ze komen er niet aan hoor, want de bal gaat razendsnel rond. Daar gaat het balbezit. Niemand in de buurt daar. Falcao. Ja, hij zit en dat is het. Toch nog iets mogelijk lijken. Ja, want nu is de achterstand nog maar 1 doelpunt. Dan gaat het echt ontspannen. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken, hoe lang je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met 2 handen aan. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Ja, ze vinden de voorsprong wel prima zo. En tikken de bal ontspannen rond op eigen helft. Het is niet het mooiste voetbal, het spectaculairste voetbal. Maar het werkt wel en de tegenstanders balen ervan. Aleix Vidal. Messi. Weggegeven door Lionel Messi.
Lekkere steekpaas. En hij is ontsnapt. Redding, spel gaat verder. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. De thuissupporters moedigen hun spelers aan. Want ze moeten die achterstand weg zien te werken in de laatste minuten. Volgens mij geloven ze er nog in. En de spelers hopelijk ook. De aanvaller stond blijkbaar in buitenspelpositie. Ik zorg er in ieder geval niet. Alex Telles. Fernandinho. Fernandinho. En dit zou wel eens de laatste mogelijkheid kunnen zijn om die gelijkmaker erin te krijgen. Voorzet kan vanaf de flank. En nu wordt het oppassen. Wat gaat hij hiermee doen? Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Hij zorgt ervoor. Ja, hij probeerde te forleren. Maar ja, dat lijkt natuurlijk nergens op. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel. Bij die achterstand gebaart de keeper naar zijn spelers dat ze naar voren moeten. Om snel de aanval in te gaan. En dat is het einde van deze wedstrijd. We zien een stralende trainer en dat is vol. Bro, I don't wanna listen to her, but she don't wanna listen to me. Like,
last week, we're talking together forever. Vanuit het kolossale Wembley Stadium begroeten wij u. Voor... Ik ga het wel gewoon proberen. Aanvang van een interessante ontmoeting. Mijn naam is Sierte Vos en naast me zit collega Jeroen Guter. Vandaag gaan we kijken naar een Division Rivals wedstrijd. Wederom een heerlijke wedstrijd in het vooruitzicht. Kijk, behoudens de eer staat er helemaal niets op het spel. Dus er is alle reden om lekker vrij uit te voetballen. Ah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. In een Hazard met de bal richting doelgebied. Frenkie de Jong. De Jong. Alvaro Morata. Verder naar die redding van Alisson. Ze geven de bal weg. De beste voetballer aller tijden. En hij komt eruit met de bal. Bal veroverd in de eigen 16. Frenkie de Jong. Maken ze nog gebruik van die ruimte? De bal wordt ingeleverd. We gaan een doeltrap nemen. Messi. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Oh, hij kan hem voorgeven. Schiet op doel. Makkelijk gepakt. Antonio Adan. Die gaat uit via een kopbal. Neymar Junior. Rakitic. Raakt de bal kwijt na die tackle. Messi levert hem in. Zeldzaam. Een mislukte paas. Hier moet de voorsprong komen. De verdediger zorgt ervoor dat er geen voorzet komt. Goed gedaan. Lionel Messi. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal. Ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Hij let goed op en onderschept die paas. En hier geeft de scheidsrechter voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Messi. Neymar Junior. Frenkie de Jong. Ja, Messi schiet. Wat moet dit zo snel. Wie anders dan Lionel Messi. Doelpunt. En wat moet dat frustrerend zijn voor die achterhoede. Want zo slecht zal ze echt niet te spelen, hoor. Messi doet zijn werk, namelijk die bal in het doel schieten. Ja, wat is het toch een majestueuze voetbal. Goal for the visitor. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Eden Hazard komt op. Dat druk zetten is niet voor niets geweest. Even balbezit op. Mariano Diaz maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hazard.
Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Neymar. En gassen langs de zijlijn. Benzema. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Eden Hazard die schiet. Schot raakt de paal. Achter. Mariano Diaz. Rakitic. Rakitic ziet zijn bal onderschept. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Kroos! Goeie redding zeg. Daar komt de hoekschop van Leo Messi. Doelpunt, daar zit erin en we staan weer gelijk. Ah, dat is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit. En het kan alle kanten op. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Benzema pakt de bal goed af. Pak hem dan voor de voorsprong. Bal door Neymar weggegeven. Die aanvaller zakt in om zich aanspeelbaar te maken. Benzema. De Jong. Hij keert dat schot. Lionel Messi neemt de hoekschop. De verdediging werkt die bal goed weg. Bal weggewerkt, maar het gevaar is nog niet geweken. Kroos, doelkant voor Sané. De verdediger stopt die voorzet af. Benzema! Ja! Ik ga leven. Ik moet wennen, dus... I used to know this girl, she used to dance. She used to live in my mind and play in my heart. I used to know this girl, she used to move. She used to tell me a lie and then show me the proof. Well, she don't dance no more. She don't dance no more. No, she don't dance no more. Say she don't dance no more. So I don't need her. Girl, she used to dance. She used to live in my mind.
hay una palabra marchita y una palabra grabada como un gravata, aquí hay una palabra gallata como un goyaba, aquí hay una palabra gostosa como un gravata, como un goyaba, muy gostosa, una palabra. Nadat ik het geprobeerd heb, weet me nooit. Zo'n guy kan best wel trash zijn. Ik doe het niet slecht tegen die andere guys. In het prachtige Olympiastadion in de Duitse hoofdstad. Bij deze wedstrijd hoort u het commentaar van Jeroen Guter en van mezelf, Siert de Vos. Vandaag hebben we een wedstrijd tussen twee rivalen in, hoe kan het ook anders, de Division Rivals. Jeroen, ik voel het aan mijn water, ik voel een topwedstrijd aankomen. Ik verheug me op een attractief duel, Siert. Dat kun je wel overlaten, deze twee teams. Bal veroverd, hij gaat schieten. Geen problemen voor de doelman. Riyad Mahrez. Blijft goed aan de bal. Voorzet terug op het teamgenoot. Nog steeds aan de bal hier. Van deze man, Lionel Messi, zeggen veel mensen dat hij eigenlijk van een andere planeet komt. Een soort voetbalgod. Daar schiet hij. Antonio Adan met de redding. Komt de hoekschop in het midden. Hij kon op doel schieten. Maar het is nu een doeltrap. Oei. Oh, daar zat hij van palen, zeg. En die gaat over de doellijn. Hij staat er nog maar net in. Said, honey, I don't got much time to talk. I broke down cause I knew what was next. And she said, I'm okay, but I'm locked in a holding cell. Till someone gets me out, can you help me? I have no one else.
So there I was, a defenseless middle kid, crying out for the right words to say. Sorry, I can't do anything at all. So I hung up and called you. I hung up and called you. Cause you were the one. Hallo allemaal, hartelijk welkom vanuit Berlijn, waar we klaar zitten in het fraaie Olympiastadion. Uw commentatoren zijn, zoals gebruikelijk vandaag, Jeroen Grütter en mijn naam is Sier de Vos. Met vandaag op het programma een ontmoeting in Division Rivals. Dit kan een leuke pot worden, Jeroen. Nou, als ik trainer was, dan zou ik het wel weten hoor. Ik zou zoveel mogelijk spelers een kans geven vandaag. Nou, wat kan hij hiermee? Alle ruimte aan de rand van het veld voor missen. Ja, en als hij geen ruimte heeft, dan maakt hij hem wel. Frenkie de Jong. De speler werkt de bal naar voren. Lionel Messi neemt de hoekschop. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Het gevaar is even geweken, maar de scheidsrechter geeft wel een hoekschop. Alvaro Morata. Alvaro Morata. Sterke actie van de doel. Ik had ervoor kunnen staan. Man. Daar komt de hoekschop van Leo Messi. Die corner is te kort en komt daardoor niet aan. En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Hij komt met een schot. Ja, hij pakt hem. Hoekschop in het centrum geplaatst. Oh, goal! Onvoorstelbaar mooi. Enorm. Ik ga niet leven. Dat is alleen de allergrootste dat kunnen. Dit is het summum van techniek. Het summum van timing en van precisie. Een waanzinnig doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Lionel Messi. Federico Valverde. Aleix Vidal. Messi kijkt op en ziet daar de ruimte voor zich op de vleugel. Balbezit naar de tegenstander. Mariano Diaz. Hij is aan de bal gezet. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Met een tackle pakt hij de bal af. Frenkie de Jong. Neymar Junior. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. De Jong. Federico Valverde. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Hij en nu snel schakelen voor de counter. Hij is niet bang, hè? Hij haalt hem voor zijn voeten weg. Mooie klassieke redding van de doelman. En precies op het goede moment uitgekomen. Mariano Diaz. Messi. Goed de bal afgepakt. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Messi nu in de aanval.
Dennis Suarez. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Ze leveren de bal in. Mariano Diaz. De bal nog bij Mariano Diaz. Schitterende stuur. Natuurlijk Messi. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag. Wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Messi. Frenkie de Jong. Messi. Messi levert hem in. Zeldzaam. Henry. Kan er hier voor gevaar zorgen? De Van Dijk weggewerkt die bal. Federico Valverde. Verdediging effectief hier. Mariano Diaz. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Voordeelgoed. Vrije trap na die overtreding. Op een gevaarlijke plek. Hij dacht, ik waag het er een keer op. Ik ben benieuwd of ze iets van deze hoekschop weten te maken bij deze gelijke stand. Korte corner naar een teamgenoot. Kunnen ze profiteren van deze paas? Hij weet ervan komen dat die paas zijn eindstation bereikt. Neymar. Dat loopt goed af met die ingreep. Van Liedmaan, die komt aan. Ze kunnen snel uitbreken nu. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Van Dijk zit ertussen. Goed gereageerd zijn en daarmee heeft hij die paas onderschept. Eens kijken hoe de scheidsrechter deze situatie aanpakt. Bal gaat uit, inworp. En hij mag weer ingegooid worden. Lionel Messi. Hij speelt hem slim. Onderschepping door Virgil van Dijk. Ja, dat is natuurlijk de overtreding. Dat zien we moeder wel. Virgil van Dijk. Federico Valverde. Blessuretijd 2 minuten. Mariano Diaz. Bal weer kwijt. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. Het is rust. De stand is gelijk. 1 tegen 1. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Neymar. Denis Suarez. Slordig met het balbezit. Neymar Junior. Neymar schakelt zijn tegenstander fraai uit. Mohamed Salah. Het ziet er veelbelovend uit. Het loopt nu goed af. Denis Suarez. Neymar Junior.
Ik denk dat de coach niet veel heeft te klagen over zijn spel in de eerste helft. Nou, hij heeft gelijk gemaakt en dat zal hem vertrouwen geven tijdens de jacht op de voorsprong in de tweede helft. Van de bal afgezet. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Niemand in de buurt daar. Bal op Liedmanen, die komt aan. Williams. Wat gaat hij hiermee doen? Mooi trucje zeg. Circus koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. Federico van Verde. Daar gaat het balbezit. Komt steeds iets verder. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Mariano Diaz. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Denis Suarez. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Mariano Diaz. Mariano Diaz. De bal wordt ingeleverd. Hier moet de voorsprong komen. Ja, die zit erin en daarmee pakken ze de leiding in de wedstrijd. Dank u wel, koekoek. Ja, nu ben ik dus benieuwd wat ze gaan doen. Doordrukken of die voorsprong consolideren. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. Nog steeds aan de bal. Kunnen ze profiteren van deze pass? Zou wel eens wat kunnen worden. Ratatatatatatata, die gaat er uitstekend in. Ja, dat mag je gerust slordig noemen. Dat die voorsprong zo makkelijk weer uit handen wordt gegeven. Ja, dan is de vreugde natuurlijk voor korte duur. Federico Valverde. Lionel Messi. Aleix Vidal. Messi. Neymar. Hij stoomt verderop. Dat is een gevaarlijke steekbal. Mariano Diaz. De bal wordt afgeschermd. Niet aangeraakt, gewoon een doeltrap. De bal gaat over de flank. Een paas over de vleugel, maar die wordt onderschept. Die doelman moet opletten. Nou, wat kan hij hiermee? Bal veroverd in de eigen 16. Ze kunnen snel uitbreken nu. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Neymar Junior. Ze leveren de bal in. Mariano Diaz. Hij zorgt ervoor dat dat schot smoort. Er is een medespeler in de buurt. Federico Valverde. Slordig met het balbezit. Gaat dit wat worden? Die bal wordt geblokt door die speler. Federico Valverde. Messi. Er ligt ruimte voor de counter. Messi. Slim. Die paas van Messi. Doelman ertussen. Spel gaat verder. Nou, daar ligt de keeper niet wakker van. Zwakke inzet. Blabberde doelpaal. Maar als je naar een uitbraak kijkt, die was swingend bijna. Want counteren, dat kunnen ze hoor. De bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Wat gaat hij hiermee doen? Ze geven de bal weg. We hebben nog 5 minuten te spelen in de reep. Mariano Diaz schoot de steekbal. En hij is ontsnapt. Lionel Messi. En het is een goal. En dan moet dit toch de beslissing zijn.
Ik vind dat ze wel recht hebben hoor, op deze overwinning. Absoluut, Siert. Dit komt overeen met het spelbeeld. Mooi dat ze later de wedstrijd nog de voorsprong pakken. Ze zullen nu de wedstrijd uit kunnen spelen. Ja, dat behoort tot de mogelijkheden. En we gaan verder met een stand van 3-2. Nou hoor eens, de thuisfans juichen hun spelers toe alsof de winst al binnen is. Maar ja, zo ver zijn we nog niet. Ja, maar kom op, hè. Er is nog maar kort te spelen en het is nog maar even volhouden. Alexandro. Felipe. De Jong. Er wordt aangegeven dat er 2 minuten speeltijd bij komt. Aleix Vidal. Messi. Frenkie de Jong. Oeh, hij onderschept hem. Dat bleek gevaarlijk te worden. En dat is het einde van deze. Goedendag allemaal. Fijn dat u erbij bent, hier in het Molineux Stadium. Op deze mooie voetbaldag. Ga nu lief, alsjeblieft. Wacht, Alexandra erbij. Dag. Mijn naam is Siert de Vos en naast me zit collega Jeroen Gruter. Het gaat vandaag om een wedstrijd in Division Rivals. Nou, dit is wel een wedstrijd hoor, Jeroen. Het kan toch haast niet anders of dit wordt een bijzonder onderhoudende wedstrijd, Siert. Wat mij betreft... Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Ja, goal! Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. Hij gaat reeds kwitten. Niet? Jawel. Ja, ik snap hem, man. Het is kut als iemand uitbundig celebreert. Ja, vriendin bij een naam. God, that is finest. Wonder why Optimum Prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will. Do it, I will. If they don't believe, then you betcha I will. If they don't believe, then you betcha I will. Bit of big happy love, I betcha I chill. Flow, oh my gosh. Where my goal, oh my gosh. If I'm not seeing it, oh my gosh. I guess you never know what you got to live. Flow.
beste kijkers, hartelijk welkom. Welkom iedereen. Waarom hebben we nog Sifan Scheppingen? Op deze bijzondere dag in een prachtige Olympiastadion in de Duitse hoofdstad. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, ja vandaag, eigenlijk altijd, of u moet overschakelen naar het Engelsman, maar doe dat maar niet, bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Grutter en mijzelf. Die steekbal is gevaarlijk. De doelman werkt de bal naast de goal. Fantastische redding hoor. Geen halve maatregelen. De trainer zet alle drie de wissels tegelijkertijd in. En nu wordt het oppassen. Dit kan maar eens een kans opleveren. Messi. Die bal is hij kwijt. Leo Messi paas terug. Pakt de bal goed af. Thiago Alcantara. Deze partij aan de bal. Henderson. Radamel Falcao. Aanval wordt afgestopt. Zou wel eens wat kunnen worden. Mariano. Ja, nee. Terug via de paal. De speler wordt geholpen. Overmars. En die bal is voorlopig weg. Danny da Costa. Henderson. Leon Goretzka. Falcao. Hij is hem vast. Mariano Diaz. Balbezit naar de tegenstander. Leon Goretzka. Mark Overmars. Ah, met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Verdediging let goed op. Dan krijgt Overmars de bal. Leon Goretzka. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Mariano Diaz. Neymar. Hij zet al vroeg druk. Bal veroverd in de eigen 16. Radamel Falcao. Hier nog steeds Radamel Falcao. Schot om voor te komen. Zo ja, die is hier raak. Heel knap. Hoe ze op de helft van de tegenstander jagen, de bal afpakken en dan volgt het doelpunt. Ja, dat hoog druk zetten, dat pakt hier perfect uit. Ah, Messi gaat er mooi voorbij. Ja, Messi schiet. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Ja, dat mag je gerust slordig doen. Dat die voorsprong zo makkelijk weer uit handen wordt gegeven. Ja, dan is de vreugde natuurlijk voor korte duur. Na een tegenkool kun je gaan treuren. Maar
Je kunt ook iets aan de stand gaan doen. Ja, en ze kozen dus hier voor de laatste optie, dat mogen duidelijk zijn. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Is alweer Reef aan de bal. Leon Goretzka. Lange balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Overmars. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Mariano Diaz. Hij maakt de actie en verovert de bal. Thiago verspeelt de bal. Ja, een zwakke paas. Frenkie de Jong. Lionel Messi. De bal is voor hem. Paas over de zijkant van het veld. Jordan Henderson. Radamel Falcao. Hele mooi. Nu kunnen ze voorkomen. Redding overklimt. Federico Valverde. Weggegeven door Lionel Messi. Radamel Falcao. Dan krijgt Overmars de bal. Verdediging effectief hier. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Hij grijpt in en verovert de bal terug. Mariano Diaz. Bal naar de andere partij. Jordan Henderson. Leon Goretzka. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Neymar. Dat moet toch lukken, deze bal. Via Alisson, maar de bal blijft in het spel. Een tackle die goed afloopt. Via de tegenpartij achter en dus een hoekschop. Hij neemt hem kort. Frenkie de Jong. Zo, dat scheelt niet veel, zeg. Nou, het was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Maar helaas plaatste hij hem net iets te hoog. Daar gaat het balbezit. Messi. Hij probeert het te plaatsen, maar dat loopt helemaal mis. Ja, op de een of andere manier raakt hij de bal helemaal verkeerd. Hij belandt niet eens in de buurt van het doel. Radamel Falcao. Thiago Alcantara. Als de scheidsrechter voor rust fluit, staat de score op 1-1. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. En een overtreding door Van Dijk. Hij let goed op en onderschept die paas. Ze zetten druk en komen weer aan de bal. Riyad Mahrez. Falcao. En dan. En die bal komt bij Overmars. Redding, spel gaat verder. Kyle Walker. Thiago. En nu wordt het oppassen. Aleix Vidal. Federico Valverde. Denis Suarez. Messi. Nou, Messi heeft zijn faam waargemaakt, hè, in de eerste helft. Nou, hij heeft gelijk gemaakt en dat zal hem vertrouwen geven tijdens de jacht op de voorsprong in de tweede helft. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Ja, Messi schiet. De keeper heeft hem. Daar komt de hoekschop van Leo Messi. De lat werkt niet mee. We spelen verder. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Kijk eens aan. Een paar cijfers van deze wedstrijd. Ja,
zo'n wedstrijd. Het golft op en neer. Beide doelmannen worden flink aan het werk gezet. Het is prachtig om te zien. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al nauwkeurig. Radamel Falcao. Slordig met het balbezit. Hij kiest de juiste positie en onderschept de bal heel knap. Mariano Diaz. Mariano Diaz door op Lionel Messi. Een schot voor de voorsprong. Via Alisson, maar de bal blijft in het spel. Thiago Alcantara. Fluit hij? Nee, hij fluit niet voor die tackle. Nee, het is een voordeelsituatie. Het team kan nu uitbreken. Mariano Diaz. Het andere team weer aan de bal. Falcao. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Goed gezien, jongen. Neymar met een geweldige kans. De verdediging ruimt op. Al zag het er even gevaarlijk uit. Nog steeds in aanval. Frenkie de Jong. Messi! De doelman houdt de bal vast. Danny da Costa. Henderson. Radamel Falcao. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Federico Valverde. Messi laat die verdedigers daar even staan. Denis Suarez. Een vrije trap vanaf deze plek moet een gevaar kunnen opleveren, of niet? Leo Messi. Bal weer kwijt. Veel ruimte krijgt hij niet. Maar Mariano. Bal vast in de handen. Thiago Alcantara. De Jong. Hij is trouwens vandaag jarig. Denis Suarez. Hij moet de paas van Neymar onderscheppen. Ze leveren de bal in. Neymar Junior. En de bal niet meer aan de voeten. Neymar. Messi. Messi met de doelpoging. Messi moet scoren. Die bal gaat naast. Oh, maar wel goed geschoten, zeg. Ja, je ziet het, hè. Hij wil de bal gericht plaatsen. Maar dan mikt hij net niet nauwkeurig genoeg. Veel ruimte op de flank. Falcao. Doelkans om voor te komen. Zo, wat een mooie. Wat is dit? Ja, nu kan ik niet meer wennen. I won't even try and handle opinions. Now I'm seeking Michelangelo brilliance. I wanna seek the highs and the lows. I plan to know what life has with no limits. You just wanna kill for the poop.